Hallo, welkom bij Vlogmasdag nummer 2. Het is vandaag vrijdag, 2 december en vanochtend ben ik eerst gezellig bij Natasja op de koffie gegaan en met een breiwerkje erbij. En daarna ben ik met de studenten naar het kringloopcentrum geweest, omdat ik een aantal dingen nodig had voor de decoraties en de kaarten die ik wil gaan maken voor de kerst. En de beste plek om daar om materiaal goedkoop te vinden is dan bij het kringloopcentrum. En het ging mij met name om de oude boeken die er waren. Ik zocht vooral boeken die een beetje gehavend waren. Dus ze moeten niet in al te goede staat zijn waar de kaft van afvalt of die aan elkaar geplakt is. Het gaat mij namelijk voornamelijk om de inhoud, de pagina's van die boeken. Het zijn ook geen boeken die ik ga lezen. Ik ga met die boeken ga ik ornamenten maken en ga ik kaarten maken. Met die bladzijden die erin zitten. Dus ik zocht een beetje naar oude vergeelde bladzijden met een klein lettertype. Zodat je ook niet precies kunt zien wat er staat. Sommige mensen die hebben er een probleem mee om oude boeken her te gebruiken voor andere dingen. Maar ik denk altijd maar van als bij het kringloopcentrum de boeken die ik meeneem, dat zijn over het algemeen boeken waar al ja, eigenlijk al zoveel mis mee is dat niemand dat meer koopt. En de prijs varieert dan ook van 50 cent tot een euro per boek. En het zijn dus boeken die ja, niet echt meer verkocht worden. En ik denk dat je dan juist dat soort oude boeken heel mooi kunt gebruiken om daar weer nieuwe dingen mee te maken. Een beetje hergebruiken, een beetje recyclen om het zo maar te zeggen. Dus ik heb een aantal oude boeken uitgekozen. Daarnaast ben ik natuurlijk nog eventjes bij het huizenraad gaan kijken en bij de kleding en de meubels. Ik heb natuurlijk van mijn bezoekje aan het kringloopcentrum ook een paar video-opnames gemaakt. Dus die zal ik er nu even in plakken. Thank you.
Er was van alles. We hebben daar nou zeker een uur rondgelopen voordat we echt alles gezien hadden. En het is gewoon altijd leuk om te snuffelen tussen oude dingen. En soms zie je dingen dat je denkt van, dat is leuk. Zoals bijvoorbeeld dat theepotje met dat kopje eronder. Dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. En dat was geloof ik maar 2,50. Dus ergens is het zonde dat ik dat niet gekocht heb. Maar ja, wat moet ik ermee, weet je? Het is... een van de dingen die ik in dit huis toch wel merk is, het is een klein huis, dus ik heb niet zo heel veel plek om dingen te stallen of te neer te zetten. En als ik ooit weer wil verhuizen, dan moet ik het allemaal maar weer meenemen. Dus ik heb het laten staan, maar ik vond het wel heel leuk om het allemaal eventjes te zien. Ik zal je nu even de boeken laten zien die ik gekocht heb. Nogmaals, het gaat helemaal niet om waar het boek over gaat of ik ga het namelijk niet lezen. Ik ga het gewoon, ja... gebruiken om andere dingen van te maken. Dus het gaat mij voornamelijk om hoe het papier eruit ziet. En of het mooi vergeeld is en of het niet, of er wat variatie in zit. Wat vlekjes bijvoorbeeld, dat vind ik juist het mooiste. Want daarmee, dat is authentieker dan dat je bijvoorbeeld een vergeelde pagina uitprint van het internet. En dat gebruikt in je kerstkaarten. Dus ik ga voor het... echte materiaal. Bij sommige boeken missen er een paar pagina's. Maar ja, dat is niet erg, want ik ga ze toch niet lezen. En daarmee wordt in ieder geval worden de oude boeken ook weer hergebruikt. Dit is bijvoorbeeld een boekje wat ik gekocht heb. De hoofdprijs in de sweepstake. Nou, ik heb geen idee. Hi Puma. Ja, kom je er even tegenaan bemoeien? Komt er eentje even tegenaan bemoeien. Sst. Stil. Sst. Dus dit is een boekje waar het over gaat. Ja, waarschijnlijk iemand die de hoofdprijs krijgt in een sweepstake. Wat is dat? Een soort prijsvraag, denk ik. Hè? Maar het gaat mij dus om de inhoud van dat boekje. De pagina's. Ik zal eens even kijken of ik heel even het licht een beetje weg kan halen. Ja, zo zie je het beste, zeg maar. Kijk, de pagina's zijn aan de buitenkant het meest vergeeld. En de binnenkant is nog redelijk blank. Met een apart lettertype. Klein lettertype. Dus dat je niet echt meteen kunt lezen wat er staat. En een lekker dik boekje. Zodat je veel bladzijden hebt om mee te werken. Daarnaast heb ik dit boekje gekocht. En eigenlijk precies hetzelfde. Hè? Het gaat mij meer om hoe de pagina's er aan de binnenkant uitzien. Dus weer dat mooie vergeelde langs de randen en dat wittige, dat crème eigenlijk aan de binnenkant. En superklein lettertype, dus niemand die de tijd neemt om dat te lezen. Ja, erg mooi. En daarna ben ik op zoek gegaan naar bladmuziek. In eerste instantie kon ik het helemaal niet vinden. We hebben alles afgelopen. Maar toen vond ik uiteindelijk een aantal kratten waar de bladmuziek in stond. Dus het stond op de grond en het was niet echt duidelijk dat het bladmuziek was. En daar heb ik deze op gedoken. De bladmuziek. En aan de binnenkant... Oh ja, hij valt al bijna helemaal uit elkaar. Zo vaak is hij gebruikt. Met muzieknoten. En ook weer een beetje dat vergeelde aan de rand. Ja, ik moet echt de boel bij elkaar houden. Kijk, op die manier krijgt zo'n boek toch weer een tweede leven. Dus deze heb ik gekocht. Het zijn mooie grote pagina's ook. En daarna vond ik dit boek... En alleen al als je de kaft ziet, er zit hier ook een gat in. En als je dit ziet, ook lekker oud en vergaan bijna al. En dit is ook een boek met bladmuziek. Maar hierin zijn een aantal van dit soort bladen verzameld. En daartussen zit, ja, en dit is toch ook wel prachtig. Deze valt ook bijna uit elkaar hoor. Hier zit een handgeschreven inhoudsopgave in. Wat er allemaal in dat boek te zien is. En iemand is daar heel druk mee geweest. Maar dat is dus al
helemaal, er zitten zelfs gaten in. Of die compleet is, dat denk ik niet. Even kijken hoor, dit zijn ze ook. Oh. Even kijken hoor. Kijk, dit soort, ja, er zit nu alweer een extra scheur in. Want als je de pagina's probeert open te maken, plakken ze een beetje aan elkaar. Maar dit is ook weer een boek met allemaal bladmuziek. En er zitten ook, dat vond ik dan wel weer grappig, advertenties in. Oude advertenties. Van in dit geval wertvolle studienwerken voor violine. Het is ook nog Duits. Dus ja, het is inderdaad allemaal Duits, zie ik nou. Even kijken hoor. Maar er zitten dus inderdaad... Oh, dit is trouwens Frans, zie ik. Er zitten advertenties in. Met voor muziekwerkstukken. Hier is... Oh, het is ook wel weer grappig. Huh. Is wat ingeplakt, een extra boekje ingeplakt. Kijk nou, schitterende voorkanten. Nou, dat valt er al weer uit. Nou, dat soort dingen dus. Schitterend, toch? Ik was hier wel... Deze kostte, was volgens mij het duurste. Die was 2 euro. Even kijken. Deze was... wat heb ik hiervoor betaald? Ja, ik denk... Oh, 1,25. Dit boekje... Dat was... Ook 1 euro. Je moet goed kijken. En dit boekje... was 40 cent. Dus ik heb... Even kijken hoor, 2, 3, 4, 25, 4, 25 en 40, 4, 65 heb ik betaald. Dus voor 4, 65 heb ik genoeg speelmateriaal om kerstkaarten te maken en ornamenten en zo. Daar ga ik waarschijnlijk vanavond mee beginnen. En daar ga ik natuurlijk ook allemaal opnemen, want anders weet je nog niet waar ik mee bezig ben. Maar, en dan zal ik je natuurlijk laten zien wat ik daarmee ga doen. Dus dat is mijn project voor de aankomende tijd. Kerstkaarten maken en kerstornamenten. Dat is dus een klusje voor vanavond en ik denk ook nog wel de rest van de week. Want dat zal ik vast allemaal niet in één keer afkrijgen. Voor de rest, ja, oh ja, voordat ik daar vragen over krijg. Deze sjaal die ik om heb, dat is een ontwerp van mezelf, uiteraard. Die is nooit uitgebracht. En dat komt eigenlijk omdat ik mijn aantekeningen daarvan kwijt ben. En dat is zo stom, want het is een hele mooie sjaal geworden. Ik zal hem even laten zien. Die heb ik gemaakt. En dat was nog in de tijd dat ik langyarns in de shop had liggen. Die heb ik gemaakt in een combinatie van mijn handgeverfde garen. Dat is dit garen. Beetje dat grijs-rozige garen. Met daarbij lang garen. Dit is de Magic Tweed volgens mij. Van lang. De zwarte en de oranje. En, maar ik ben dus mijn aantekeningen kwijt van het hele patroon. Hij is helemaal af, hè. Hij is helemaal klaar. En geblokt zelfs. En ik draag hem eigenlijk nooit in de podcast. Omdat ik al te bang ben dat ik daar vragen over krijg. Maar vandaag past hij het beste bij de kleren die ik aan heb. Dus ik had zoiets van, ja, nou, ik hou hem lekker om. Want hij is heerlijk warm. Hij is asymmetrisch. Hij begint hier bij de punt. En gaat dan zo verder naar de andere kant. En hij eindigt dan weer hier in een punt. Het is een schitterende sjaal. Ik weet alleen niet meer hoe ik hem gemaakt heb. En dat is natuurlijk wel een probleem als je, als je mensen hebt die graag vragen van... wat voor sjaal is dat en welk patroon is dat? Ja, dat is een eigen ontwerp van me. Alleen ik weet niet meer hoe ik hem gemaakt heb. Ik moet gewoon een keer de tijd nemen om daarvoor te gaan zitten. En dan weet ik vast wel weer hoe ik dat gedaan heb.
Het is op zich ook niet een heel erg lastig patroon. Maar ik weet ook niet meer hoeveel garen ik precies gebruikt heb. Van deze streng weet ik in ieder geval dat ik er één, ja, nog niet eens één streng van gebruikt heb volgens mij. En van deze kwaliteit, de Magic Tweed, die hadden, dat waren bolletjes van 50 gram. En ik denk zelf dat ik twee bolletjes van die anthraciet heb gebruikt en één bolletje van dat oranje. Want er zit naar verhouding veel minder oranje in dan anthraciet. Maar goed, dus dat is het verhaal van deze sjaal. En de volgende keer als dus iemand vraagt van wat een mooie sjaal heb je om, wat is het patroon? Weet ik niet, want ik weet niet meer hoe ik hem gemaakt heb. Ik ga daar ooit wel een keer voor zitten, maar voor nu is hij gewoon heerlijk warm, want het is bitter koud vandaag. En het is hier binnen toch ook niet erg aangenaam, vind ik. De laatste dagen vind ik het echt wel koud worden in huis. Vooral ook omdat ik zit in principe op de eerste verdieping en onder mij zitten de garageboxen. Mijn eigen garagebox zit hier beneden. En die zijn natuurlijk onverwarmd. Dus al die kou die trekt omhoog. Dus ik heb ook altijd wel dikke sokken nodig hier. Gelukkig kan ik die zelf breien. Maar op dit moment is het gewoon best wel fris in huis. En met de huidige gasprijzen is stoken niet zo'n verstandig idee. Dus we doen het er maar mee. Goed, ik ga het er een eind aan breien. Alweer. En ik wens jullie nog een hele fijne avond en hopelijk tot morgen weer. Doei!